De heer Rukkie Stuttgart, levensmiddelentechnoloog. En we hebben vandaag een gesprek met hem. We gaan het hebben over de COVID-19 situatie in Suriname en zo'n beetje alles daaromheen. Meneer Stuttgart, er gaat een petitie rond over, over apartheid en discriminatie in Suriname. Wat kunt u ons hierover vertellen? Ja, wat ik daarover kan vertellen is dat we bezig zijn om Surinamers te vragen een petitie te ondertekenen, waarbij het gaat omtrent een discriminatie, segregatie en apartheid. Het is namelijk zo dus dat het bedrijfsleven mensen dwingt, werknemers dwingt om te gaan vaccineren. En als zij die dus niet gaan vaccineren, die worden dus bedreigd met ontslag. Degene die vaccineren krijgen cadeautjes. Verder is het ook nog zo dus dat, en die protocollen komen van de overheid, dat zij die niet gevaccineerd zijn, niet op de terrassen mogen gaan zitten van de verschillende restaurants en eethuizen. En dat is dus discriminatie. Het is daar ook nog zo dus dat de minister van Volksgezondheid op 26 juni gewoon laconiek heeft aangegeven dat zij die niet gevaccineerd zijn, die kunnen dus niet meer behandeld worden bij, in een ziekenhuis. Dus als ze dus naar een ziekenhuis zouden gaan vanwege een of andere ziekte en het ziekenhuis zou ze vragen naar hun vaccinatiekaart en ze zouden dat niet kunnen overleggen, dan zou dat betekenen dat ze niet kunnen worden behandeld. En ik vind dat in eerste instantie een kwalijke zaak, één, omdat de minister is van Volksgezondheid die uitspraken doet. En ten tweede, de man is van huis uit zelf huisarts en hij heeft toch een eed afgelegd dat hij de zieke mens zal behandelen. En nu komt hij laconiek vertellen dus dat als je niet gevaccineerd bent, dat je dus niet geholpen gaat worden in het ziekenhuis. Dus ik kan dedigueer. Verder heeft hij ook nog aangegeven dus dat het gaat niet meer mogelijk zijn om een restaurant te bezoeken, om evenementen te bezoeken, om festivals te bezoeken. Maar ik moet ook meteen aanvullen, dus dat ook toen de minister terugkwam vanuit Miami, heeft een of andere training daar gedaan. Toen was het ook de president van Suriname die dat soort uitspraken als eerste heeft gedaan. Van dat je dus verschillende evenementen niet zou kunnen bezoeken, daar kan je niet gaan naar, als je niet gevaccineerd is. Verder hebben we toch ook gehoord van een DNA-lid Gayadin in het parlement. Waarbij hij dus aangeeft dus dat deze mensen thuis moeten blijven, ze mogen niet verdienen en omdat ze niet gevaccineerd zijn. Dus waar wij dus nu naartoe gaan, we gaan naar een totalitaire staat. Zij hebben zogenaamd een democratie, maar nu gaan mensen dus gedehumaniseerd worden, tot derde en vierde rangsburgers worden gemaakt. Alleen omdat ze zich niet willen vaccineren om verschillende redenen. En dat is een kwalijke zaak en vandaar dus dat we een petitie in elkaar hebben gezet om de president erop te wijzen dat het geen goede zaak is. Met deze petitie, is er steun van politici? We willen geen politiek erbij. Vandaar dus dat we zoeken dus naar het maatschappelijk kader om een maatschappelijk draagvlak te hebben. Omdat je snel in een hoek gedreven kan worden. De bedoeling is dat de Surinaamse gemeenschap geconfronteerd is met een probleem. En let wel, laat me wat meteen toevoegen. Het is geen petitie van mensen die niet willen vaccineren, van de niet-gevaccineerden. Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden, voor hun is die strijd. Want ook binnen ons team hebben we ook mensen die gevaccineerd zijn. Maar het gaat eigenlijk erom dus dat we bezig zijn een situatie als Zuid-Afrika van de 60e tot de 80e jaren te creëren. En dan denk ik bij wijze van spreken ook naar een situatie van Duitsland in de 30e jaren en de 40e jaren van de vorige eeuw. En dat mag niet. En daarom doen we dat. Dus we hebben dus, het is niet iets van de niet-gevaccineerden, het is iets van Suriname. De Surinaamse gemeenschap die weigert dat Suriname een totalitaire staat wordt waar discriminatie, racisme en segregatie een feit is. Laat me er ook nog bijvoegen, de kans bestaat ook nog dat het een
racisme wordt. Want een parlementariër heeft in het parlement zelf gezegd dat de blakamang no angos politica spoiti. Dus wie gaat het meest worden gediscrimineerd? Dat zijn de blakamangs. Dus dat betekent dus dat ook racisme ten intrede gaat doen in Suriname, wat dat soort zaken betreft. En wat ik een kwalijke zaak vind, is mevrouw Dijksel heeft die uitspraak gedaan in het parlement, en de heer Gayadin heeft die uitspraak gedaan in het parlement. En het parlement heeft totaal niks gezegd, de DNA heeft niks gezegd. Dus het huis van het volk heeft totaal gezwegen. Dat is een kwalijke zaak. En kent u gevallen van burgers die hun baan kwijt zijn geraakt omdat ze zich niet laten vaccineren? Ik ken wel gevallen van mensen die bedreigd worden met een ontslag als ze zich niet laten vaccineren. En ik heb van een geval gehoord waar de persoon ontslagen is, maar omdat ik zelf keiharde bewijzen heb, kan ik dus geen namen noemen. Maar ik heb bijvoorbeeld dus wel bekendmakingen gelezen van bekende firma's, van bekende bedrijven, die hebben aangegeven van als dus de persoon zich niet laat vaccineren, dat de persoon ontslagen zal worden. Maar waarom is het dat deze personen niet ontslagen worden? Waarom is het niet zo breed in de media? Waarom komen ze niet naar buiten? Doen ze hun verhaal? Waarom denkt u? Kijk, het is namelijk zo dus dat mensen zijn bang. Niet iedereen durft om op de voorgrond te komen. Je gaat dus mensen hebben die dus... ik zeg maar, als de persoon een schoonmaakster is, 3-4 kinderen heeft, alleen een ouder gezin heeft en nauwelijks 2000 in een maand verdient. En zo'n job kan je niet makkelijk weer ergens anders vinden. Dan ga je hebben dus dat de persoon gaat bezwijken voor de druk en gaat zich laten vaccineren, eigenlijk injecteren, want ik noem dat ding een experimentele injectie. En daarmee denkt de persoon het probleem te hebben opgelost. Niet iedereen durft op de voorgrond te komen. En daarom heb je bijvoorbeeld dus de vakbeweging. En ik praat dan sterk over de Algemene Werknemersbond. Dat is een organisatie, dat is een vakbeweging die voor al deze mensen dus opkomt. Je hoeft niet verbonden te zijn aan een vakbond of individueel verbonden te zijn aan de Algemene Werknemersbond, waarmee Imro Weel is, en die gaat dus dan helpen het probleem op te lossen voor je. Wat kan het ministerie van Arbeid betekenen voor deze mensen? Want het ministerie heeft zulks verboden, toch? Het ministerie van Arbeid spreekt een struisvogeltje. Het ministerie van Arbeid is de instantie die het bedrijfsleven moet aanspreken. En ze komen eigenlijk met een bekendmaking dat nergens op slaat. Ze moeten niet komen en zeggen van je mag geen mensen ontslaan en bla bla bla. Ze moeten dus die bedrijven een brief schrijven en aangeven dus dat als de mensen denken te gaan ontslaan op basis van het feit dat de mensen dus niet willen vaccineren, dat ze een probleem krijgen met het ministerie van Arbeid. Dat maakt gewoon om leuk te doen of interessant te doen, dan ga je maar een bekendmaking plaatsen in de krant en dan denk je dat je daar de zaak hebt afgedaan. Verder is het zo dus dat ik ben op de hoogte van ministeries die bijvoorbeeld mensen wel dwingen om te gaan vaccineren. En ik ken ook wel ministeries die je moet, als je gaat solliciteren bij zo'n ministerie, moet je gaan vaccineren, anders kom je niet in dienst. Dus het is maar een struisvogeltje spelen wat het ministerie van Arbeid aan het doen is. Ik vind dus dat indien ze het menens met ze is, gaan ze dat duidelijk kenbaar maken. Verder is het dus ook merkwaardig. Het ministerie van Arbeid die geeft dus aan, niemand mag ontslagen worden en niemand mag gedwongen worden om te vaccineren. Terwijl tegelijkertijd dezelfde overheid het ministerie van Volksgezondheid restaurantshouders en eethuizen de ruimte geeft om hun terrassen te openen, maar tegelijkertijd ook aangeeft alleen gevaccineerden moeten ze helpen en mogen op de terrassen voorkomen. Dus let eventjes. Dus Arbeid zegt,
gevaccineerden mogen niet gediscrimineerd worden, want daar komt het op aan. En tegelijkertijd geeft een volksgezondheid protocollen uit, waarbij dus restauranthouders niet gevaccineerden niet mogen ontvangen. Wat voor hypocrisie is dat? Het is duidelijk dat de overheid met het bedrijfsleven afspraken heeft gemaakt om Surinamers te dwingen zich te gaan vaccineren. Denk, van de week hebben we een geval gehad waarbij een netwerk is ontmanteld die vaccinatiebewijzen aan het verkopen was. Er waren ook al geruchten dat er valse vaccinatiebewijzen rondgaan. Denkt u dat door deze maatregelen van het bedrijfsleven, denkt u dat daardoor de vraag naar dit soort zaken is toegenomen? En wat kunt u ons vertellen over de case van deze gevallen? Ik weet weinig over de case af. Dus wat ik ook gelezen heb in de krant, vernomen via de media, dat is wat ik weet. Maar het is niet ondenkbaar dat mensen die zich niet willen laten vaccineren, omdat ze het experimenteel spuitje niet kunnen vertrouwen, maar ze willen dus toch wel geaccepteerd worden binnen het bedrijf, dan wel ze willen op reis gaan, dat ze dus allerlei manieren gaan bedenken om toch nog een bewijs te hebben dat ze dus gevaccineerd zijn. Dus, en het feit dus dat het al een paar maanden we ervan hoorden en dat het dus nu duidelijk bevestigd is, toont aan hoe corrupt ook ons land is. Dat onze mechanismen, controlemechanismen veel te wensen overlaten, waardoor mensen, en dat is het niet alleen wat die vaccinatie betreft, maar ook wat andere zaken betreft, dat mensen dus tussen de mazen van de wet hun rotzooi kunnen uithalen. En dus het aantal cijfers van volksgezondheid qua het aantal gevaccineerden kan dus in gedrang komen. Ja, het is namelijk zo, het probleem die er is dat je dus dan met cijfers werkt die niet juist zijn. En waardoor je dus ook, en dan praat ik dus puur als wetenschapper, je werkt met cijfers die niet juist zijn en waardoor je dus ook verkeerde planningen kan maken om een bepaalde doel te realiseren. Dus als je dus cijfers hebt die niet kloppen. Hetzelfde geldt als je cijfers hebt die te weinig zijn of te groot meer zijn, dan ga je dus verkeerde beslissingen nemen, verkeerde conclusies trekken die niet juist zijn. U heeft ook geschreven over een controversie rond de PCR-testen. Hoe zit dat in elkaar? Oké, ik heb geschreven over de PCR-testen en tegelijkertijd daarna, en dat is dus gisteren gepubliceerd, over de Amerikaanse CDC. Het is namelijk zo dus dat, en dan ga ik eerst beginnen met die van de Amerikaanse CDC, omdat ze dus de richtlijnen die men moet gebruiken om doodsoorzaken aan te geven, dat ze het vorig jaar hebben gewijzigd. Het is namelijk zo dus dat ze dienden onderscheid te maken tussen mensen die een chronische ziekte hadden en met COVID zijn overleden, en mensen die door COVID zijn overleden. Maar wat heeft de CDC gedaan? Ze hebben dus alles bij elkaar gebracht, waardoor dus de ruimte hebben gekregen om allerlei maatregelen, draconische maatregelen, te introduceren. En dan denk ik bij wijze van spreken aan quarantaine, aan avondklok, aan lockdown, aan anderhalve meter distance. En al dat soort zaken. Het onderzoek, Amerikaans onderzoek van onafhankelijke wetenschappers hebben aangetoond dus nu dat maar 6% van de daadwerkelijke, althans dat 6% van de mensen die aan COVID zijn overleden, maar 6%. Dus dat betekent dat zo'n 94% van de mensen die overleden zijn geen COVID gevallen waren. Althans, de mensen hadden een chronische ziekte, waren eigenlijk al stervende en COVID heeft het laatste werk gedaan. Maar COVID, een dode sec, was maar 6%. Wanneer we dus deze 6% omzetten naar Suriname, en een paar dagen geleden hadden wij zo'n
631 mensen die in Suriname waren overleden aan COVID, althans dat is wat gezegd is, als we het nu nemen in 6%, dan krijgen we dat we 38 personen zijn gestorven in Suriname met COVID. Dus van die 631 die een paar dagen terug was geregistreerd, komen we maar op 38 met personen. Wanneer we kijken dus naar het aantal verkeersdoden tussen maart en december vorig jaar, dan waren 60 mensen gestorven in het verkeer in Suriname. En kijken we naar het aantal verkeersdoden voor dit jaar, dan komen we op 47. In totaal hebben we dus dan 107 mensen die in het verkeer de afgelopen 16 maanden zijn gestorven. En het COVID-aantal, wat dus met die, wanneer we die 6% gebruiken, hebben we dus 38 gevallen. Dus er zijn bijna 3 maal meer verkeersdoden geweest dan die daadwerkelijke COVID-gevallen. Dus dat is het eerste wat op ik wil wijzen. Dus door leugens van de CDC hebben ze een pandemie gecreëerd dat nooit een pandemie behoorde te zijn. En dat dus al die maatregelen, draconische maatregelen, veel meer kwaad hebben gedaan dan goed. Gaan we dus nu naar de PCR-testen, dan blijkt dus daar uit onderzoek dat 50 tot 70% van die testen vals positief is. Dus we hebben het over die swab, de verpleegster komt met een swab, een waterstok in je neus op zoek naar het virus. En onderzoek, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dus nu dat 50 tot 70% van de mensen vals positief waren. Wanneer we kijken dus naar de aantal geregistreerde gevallen een paar dagen terug in Suriname, dan komen we op 24.903. Wanneer we gaan werken dus met die 50 tot 70% vals, dan wil dat dus aangeven dus dat zo'n 12.451 tot 17.432 van de mensen die COVID-positief waren bevonden, dat het vals was. Deze mensen moesten tenminste 10 dagen in quarantaine gaan. Wanneer we dat omzetten in werkbare dagen, dan komen we op 124.515 tot 174.321 werkbare dagen. Dus, en zo kan je dus doorgaan, want dan kan je ook gaan berekenen en hoeveel uren is dat, en als we dus ook berekenen hoeveel mensen gemiddeld verdienen, dan gaat u zien dus dat in die periode heel veel mankracht en geld en werkuren verloren zijn gegaan. Op basis van een test die niet goed is. Vandaar dus dat de Food Drugs Administration van Amerika de CDC de opdracht heeft gegeven uiterlijk 31 december te stoppen met de PCR-testen. En wanneer u me vraagt wat heeft dat te betekenen voor Suriname, wat dat te betekenen is dat de bedrijven in Suriname die mensen dwingen, dat die niet willen gaan vaccineren en ze toch dwingen om te gaan swappen, dat van geen waarde is. Omdat 50 tot 70% van de gevallen zijn vals positief. En is het zo dat de overheid geld krijgt van WHO voor COVID-doden? Kijk, die informatie die heb ik ook van een horen zeggen. En de indruk bestaat wel dat de overheid gelden krijgt. Ik weet dus dat vorig jaar had je een COVID-fonds en die bestemd was voor de mensen die dus hun werk hadden verloren, bedrijven die over de kop waren gegaan, is er een COVID-fonds. En we hebben toch ook recent gehoord dus dat het geld eigenlijk naar de VCB is gegaan om hun dingen te doen. Waarvan dus nu de VCB ontzettend boos is en een journalist voor het gerecht wil slepen. Dus de overheid heeft sowieso middels een COVID-fonds gelden gekregen, maar waarschijnlijk de WHO. En al deze maatregelen, lockdown, mondkap opdoen, wat hebben ze bijgedragen? Dragen ze bij tot voorkoming en verspreiding van COVID? Laat me alvast één ding zeggen. Omdat mensen dat woord, er is een besmetting, als een heel vies woord en angstig woord is.
wanneer je ook gewoon een griep krijgt, dan heb je dus toch ook bij je besmet. Besmetting is geen vies woord. Besmetting wil nog niet zeggen dat je ziek gaat worden. Besmetting wil niet zeggen dat je dood zal gaan. Vooral voor de jongeren is het, en de mensen die geen chronische aandoeningen hebben, is het juist een heel goede zaak. Omdat als je dus op die manier door een COVID, want COVID is een griepvirus dat ook nog steeds toen gebonden is, zou zijn besmet, dan geef je je lichaam of je lichaam krijgt de gelegenheid het virus te herkennen en antistoffen te produceren. En dan word je dus voor de rest van je leven immuun voor zo'n virus. Het is verder ook nog zo, onderzoek heeft ook aangetoond dus, dat van de mensen die besmet worden, 80-85% het niet eens zullen echt opmerken. Die gaan denken dat het een normale griep is. Een andere zaak die ik ook meteen wil zeggen is dat het injecteren van personen, omdat men wil een soort morele schuld op mensen werpen, van als je je laat injecteren, doe je het voor anderen, dat is een grote leugen. Je doet het voor jezelf. Wanneer je jezelf gaat injecteren met een echte vaccinatie, dan ben je bezig je lichaam weerstand te laten opbouwen, zodat je lichaam het virus aan kan. Dat is het. Het heeft niks te maken met dat je andere mensen gaat beschermen daardoor. Als andere mensen beschermd willen worden, zouden ze zelf hun eigen injectie moeten nemen. De mensen die overleden zijn, ik denk dat ongeveer dus nu iets van 634, dat waren mensen al met een verzwakt immuunsysteem. En die waar behoren tot de kwetsbare groepen. En de overheid is niet in staat geweest om de kwetsbare groepen te beschermen. Let wel, ik heb niet gezegd dat er geen COVID is. Ik heb niet gezegd dat die maatregelen alleen maar slecht hebben gedaan. Wat ik zeg is dat ze draconisch waren en overdreven. Als we kijken naar de historie van de mensheid, dan zijn er steeds weer de geïnfecteerde mensen die we geïsoleerd hebben. Kijk, denk bijvoorbeeld maar aan lepra. Toch? De mensen, en melaatsheid. De mensen die ziek zijn, die werden afgezonderd. Maar we hebben dus nu een nieuwe situatie gekregen waarbij je dus de hele bevolking gaat isoleren. Waarbij dus het economisch en het maatschappelijk leven volledig ontwricht is. Waarbij onderwijs ontregeld is. Supermarkten, sportscholen, kantoren, bedrijven, die werden allemaal gesloten. Toch? Er is dus veel meer kwaad gedaan dan goed. En nu blijkt bij wijze te gaan spreken dus dat dit allemaal zijn fundament kan vinden uit leugens van de CDC. Omdat de CDC van Amerika heeft de zaken overdreven om het tot een wereld, tot een pandemie te maken. Dus wanneer we dus deze informatie hebben dat die PCR-testen 50-70% valse positief geven. En we horen dus dat de CDC heeft de richtlijnen eigenlijk vervals. En nu blijkt dus dat maar 6% van de COVID-doden daadwerkelijk COVID-doden waren. Dan zien we dus dat die avondklok, die lockdown, die quarantaine, mondkapjes, dat eigenlijk al deze dingen gebaseerd waren op grote leugens. Er komt ook een speciaal directoraat COVID-19 voor aangelegenheden die te maken hebben met COVID-19. Kunnen we een betere aanpak verwachten? Nieuwe, frisse ideetjes? Ik verwacht niks. Wat ze moeten doen is, ze moeten een commissie of een opzetten voor gezonde voeding. Waarbij gezonde levensstijl. Ze moeten bijvoorbeeld ons focussen op dat de mensen gezond eten. De mensen leren dus dat vitamine C je weerstand opbouwt. Dat je dus een half uur in de ochtendzon vitamine D krijgt. Dat je vitamine B1, B2, B3, vitamine B-complex moet gebruiken. Dat komt voor bijvoorbeeld in vleesproducten. Zodat lichamelijke huishouding goed blijft functioneren. Wanneer we praten over lichamelijke huishouding, dan praat ik dan over eiwithuishouding, vitaminehuishouding, mineralenhuishouding, vettenhuishouding, koolhydratenhuishouding. Zodat je lichaam goed blijft functioneren. Wanneer ze ons bijvoorbeeld aangeven dus dat we dus zink moeten gebruiken, en zink komt voor bijvoorbeeld in seafood en in graansoorten,
toch? Zodat we ons weerstand kunnen, een boost kunnen geven. Dat we aan lichaamsbeweging moeten doen. Dat we veel moeten lachen. Dat we moeten ontspannen. Dat we stress zoveel mogelijk moeten verminderen. Dan is het een goede zaak. Maar komt een commissie of een of ander instituut, de zoveelste, die ons gaat komen vertellen dat we moeten spuiten. En tot we er bij de dood neervallen. Ik heb er totaal geen geloof in wat komt. Zijn alle vaccinaties, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, zijn ze allemaal in de experimentele fase? Ze zijn, al die vaccins die er momenteel zijn, zijn in de experimentele fase. Laat me er dit van zeggen. We gaan eventjes nadenken dat eigenlijk het COVID-virus is kenbaar geworden in China in december 2019. En eigenlijk rond februari was het in de grote wereld waarbij dus de WHO een pandemie heeft aangekondigd. En toen zijn mensen, zijn instituten gestart met het zoeken naar wat zij noemen vaccin. En dat is dus binnen enkele maanden. Voor erkenning van een vaccin heb je meerdere fases nodig voordat je het wereldwijd gaat verkopen. En wat dus nu eigenlijk gebeurd is dat de diertesten van bij geen van ze is gedaan. Men is meteen overgestapt naar om mensen massaal te injecteren. En vandaar dus dat er een heleboel nog niet bekend is. Kijk, die AstraZeneca die we dus hebben, dat weet ik zo in het hoofd, komt pas 14 februari 2023 uit die experimentele fase. Een experimentele fase wil zeggen dus dat men nog niet weet wat de korte termijn effecten zullen zijn, wat de lange termijn effecten zullen zijn, wat de dosis is. Want ik hoor de minister nu praten over dat kinderen vanaf 12 jaar mogen komen vaccineren, terwijl bij wijze van spreken dus nog niet bekend is hoe groot de dosis zou moeten zijn voor kinderen. Want wanneer je bij wijze van spreken dus medicijnen geeft, dan is die dosis voor een kind veel minder dan bijvoorbeeld voor een volwassene. Maar nu wordt bijvoorbeeld, omdat men 70% gevaccineerden wil hebben, is men driftig bezig om alles en iedereen te injecteren, zwangere vrouwen te injecteren, terwijl wij weten uit de historie dat zwangere vrouwen de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. Al die vaccins, die op dit moment vaccins worden genoemd, maar experimentele injecties zijn in hun experimentele fase. En als je dus zegt van ik neem het, dan ben je een proefkonijn. En laat me er dit van zeggen. Er zullen altijd mensen zijn die vinden van ik wil het nemen. Zolang je in voldoende mate bent geïnformeerd de voor- en nadelen van het product. En je zegt ik weet wat de voordelen zijn, ik weet wat de nadelen zijn. Men heeft me in voldoende mate geïnformeerd. Wat ik weet niet het geval is, maar laten we even aannemen dat dat wel het geval is, dan zo be het. Want dan weet je bijvoorbeeld dat als het niet goed gaat, dat jij voor die keuze hebt gemaakt. Maar wat er op dit moment gebeurt, is dat er alleen maar wordt gezegd, het is effectief, het is goed, je doet het voor een andere. En terwijl ze bijvoorbeeld de daadwerkelijke informatie niet geven. En daar ben ik tegen. Maar iedereen die denkt van ik ben voldoende geïnformeerd, die mag gaan vaccineren. Dag Holland, ik wil daar komen, Holland. Ik ben naar hier als een raad. Wambari Teana, Wogolukuna Kulturu Teife, Tam Sabaka Gang, de Canada Peuang. Yeah. Hey for it new, go look up the new. Culture unyusu, paste fastratis ref buntu. Unde baniu, sadef arkina new. Culture unyusu, paste fastratis ref buntu. Turina maso en hele clan. Mago dek ti elak wan Weshi alas my sari alas my bari ma efu bondru kwa wang tak wesre kama masranang beno wan soma no abif kwari
dance of Shini. Isha idol in the stance of Enis. Dambotaki on the right place. Different colors, one space. Go, 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 be alo be grow. Be we lafu as I guess that I go. Be korosi na ngalei take blow. Yeah. Be ho horde gi apina follow. Be deskapuri eshi ya no wolo. Be te dry de ne juki anga dolo. So small and so biggie biggie, no. We go axa for luck if the low bubble late. We go arga problema for the smile in the wake. And we live be sweetie. So long house I pay you the way swing committee. Yeah. Drug up a link make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunnen a gemeenschap. We do a roko, maar de na a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Back in the week in our way, that is the least blood. What's I believe, Scott? Statistics review for week that, yeah. Hatje is taken a kill, cut. Bit quadoro, miss, cut what you with that. Kulturu.com na anju su večari. No fake, no joke, ja anju su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kou da ušwari. Ja anju su nesari, why begin te wa klari. Te skraj ten šer, make the fans fi arki. Ja we li bu no prati, u api ne i parki. We de tapa strati, ka kwa ngai kragi. U de borai duen. Aksa falak fai wang ade stijging. E fu vergelijk ding. U a babo wijs dwing. Da u ka for wijs ding. Go na beleis ding. A probleem fa falak na de stijging. Dat bek weta minta falak fu de ta eis ding. Want u po weri koma fu de koti skeng ding. E u funap de feng. Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu.